Ik ben Inge van der Heijden, 21 jaar oud. Ik heb voor dit team en dit project gekozen omdat het meer cross-gerelateerd is en daar echt mijn ambities liggen. De voordelen van binnen dit team te zitten is toch wel dat ik in de schaduw mee kan groeien van de meiden, zodat ik niet direct zelf kopvrouw ben. Ik denk dat ik heel veel kan leren van deze meiden en ja, hopelijk brengt het veel moois. I'm really looking forward to the new cyclocross season. Of course, I want to confirm the results of last year, but for sure I want to get more. I'm looking forward to show again myself and yes, to try to take what I couldn't take last season. Ik hoop gewoon net zoals vorig jaar gewoon een goed seizoen gaan rijden op podiumplekken met z'n allen en dat we gewoon sterk voor de dag kunnen komen. En mijn doelen voor dit seizoen zijn toch wel ja, het wereldbekerklassement eigenlijk al een doel voor mij en ja, het WK. Ik denk dat het wel een hele leuke ploeg is nu, dat we weer een nieuwe start hebben en nu eigenlijk een nieuw drietal en ja, ik heb er heel veel zin in. De verwachting is dat wij gewoon alle wedstrijden gaan winnen, gezien de status die we hebben. En ja, dat is ook de hoop eigenlijk wel een beetje. En de doelstelling is ja, dat wij gewoon in de breedte veel sterker gaan zijn als andere ploegen met Annemarie, Inge en Alice. Ja.